Sanne Schelfhout van Helvert. Jazeker. Ja. En Willem Kooijmans zijn dit jaar het boerenbruidspaar in Dulkenschat. Wie heeft wie gevraagd? Ik heb Willem gevraagd. Ja. En twijfels? Hij zei meteen gelukkig ja. Ja, zeker. Zo, uiteraard. Heel mooi. Uiteraard. Zeg, uit welke feestcarnaval zoekt komt Sanne? Ja, ik zit bij het Woudenkest de Buitenbintjes. De Buitenbintjes. Ongeveer heel mijn leven. Ja, ja. Dus ik muziek kan maken. Ja, muziek maken. En Willem? Ik zit bij Stichting Kloontjes. Ja, dan ben je ook een jaar bezig, denk ik. Ja, dat is wel het hele jaar rond. Is daar eigenlijk een goed feest. Ja. Zeg, Sanne, wat doe jij in het dagelijks leven? Ja, ik ben in het dagelijks leven risk consultant, actuaris. Zo. Ik zal jullie besparen wat het wat is. Vrij ingewikkeld. Ja, leuk. Oh, dan mag je elkaar ervan wel uitleggen. Dan snappen we het allemaal. Dan, nou. Met een biertje op. En Willem? Ik ben projectleider bij een bedrijf binnen winkelinrichting. Oké. Ja, werkzaam, ja. Dus jullie zijn al twee druk bezig. Vorig jaar hadden we een boerenbruidspaar in een cowboystijl. Maar jullie zijn heel mooi teruggegaan naar het traditionele, mag ik dat zo zeggen? Ja, dat was wel een van mijn voorwaarden om dit jaar boerenbruid te zijn. Dat we terug gingen naar traditionele boerenkledij. Ja, ja, ja. Dat wordt ook nog losgeschoten, hè? Vrijdag 2 februari. Verreks losgeschoten. Ja. Ja, dan was hij losgeschoten. Ja. Ja, jij moet natuurlijk in de buurt blijven voor het bier. Ja, ik moet wel in de gaten houden dat het allemaal goed gaat. Ja, 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 ja. Hoe laat begint dat en waar? Om 7 uur bij het molentje. Ja. En dan is om 7:45 het kabiet schieten voor bij de kerk. Oh ja, de Peterskerk. Ja, bij Peterskerk. Peterskerk, ja, ja. 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 En wat gebeurt er dan nou verder? Dan een opdracht of zo? Ja, gaan we kroegentocht houden langs diverse kroegen eigenlijk, zoals elk jaar. We hebben een mooie badge laten maken dit jaar. Okay. Waar iedereen aan het herkennen is van ons het jaar. En gaan we weer feestje maken. Gaan we even tegen oud vertrouwd de ronde doen. En dan, wanneer het dan gaat gebeuren, is natuurlijk allereerst de zondag zitten we ertussen in de optocht. Hè? Ja. Ja, gaan we ook in mee met onze familie. Ja. Ja, we zullen eerst naar de kerk gaan. Naar de kerk, met de jeugdprinses en de prins Nilles en zijn adjudant en gevolg. Heel mooi, altijd heel druk in de kerk, altijd volle bak. En dan, dan is de grote dag al maandag natuurlijk, is dan al daar. En ja, dan is zeker. De vraag, hoe laat gaan we beginnen met z'n allen? Vertel, waar komen de vrouwen? Nou, we hebben om 11:30 beginnen met het vrouwencafé bij ons. Bij ons? Ah, bij ons. Ja, ja. Dat is dus gewijzigd, want vorig jaar kwamen mannen en vrouwen gezamenlijk bij elkaar. En wat is de reden waarom jullie het nu weer apart doen? Nou, vroeger hadden we eigenlijk ook mannen- en vrouwencafé. En eigenlijk is het superleuk om dan gewoon te starten apart. En dat de mannen dan de vrouwen eigenlijk op komen halen. En dat je dan gezamenlijk gaat trouwen en dan het feest gaat vieren. Ja, heel goed. Ja. En Willem, waar ga jij naartoe om 11:30? Wij verzamelen bij Knonski. Oh, dat is wel een eind weg, hè? Ja, dat is wel een eindje lopen, maar dat is een mooi stukje tussen. Dan hebben we nog een mooie wandeling tussendoor. Waar is de trouwplechtigheid precies? Hey, dit jaar doen we ook anders. Wij worden getrouwd op het Lindenplein, het Gelag. Voor het Gelag? Ja. Of bij Toon? Ja, bij Toon voor. Ja. Zo. Oh, en Toon is geen getuige toevallig, of niet? Hij zit wel in mijn familie. Hij is wel familie, ja. Hij is mijn neef. Waar is het feest? Bij Willeken en de Raaier. Oh, dus jullie hebben alles goed verdeeld over alle horeca gelegenheden. Ja, we zitten eigenlijk het hele dorp wel door. Ja. Zijn er nog bepaalde wensen? Jullie zeggen, wij zouden graag zien dat het zo of zo was. Ja, mooi weer natuurlijk, maar nog iets anders, iets bijzonders. Jullie zeggen, iedereen het gezellig heeft. Gewoon gezelligheid en vooral een groot feestje van maken. Ja. Met z'n allen. Lekker schrobbelair drinken. Lekker schrobbelair drinken. Ja, daar moet je wel mee opletten hoor. Want het tikt ze tegen mijn hoofd aan. Ja. Maar het zal wel goed komen. Zeg, ik wens jullie namens Lovo een hele mooie dag. Hè. Dan, als het zover is. En ook de dagen daarvoor natuurlijk. En erg veel succes. En dat Dulkenschat zal ongetwijfeld trots en blij met jullie zijn. Dank je wel. Dank je wel.